Voorzitter, de afgelopen tijd zijn overvallen, schering en inslag. In de laatste 2 weken zijn wederom enkele van onze mede-Surinamers overvallen door zwaar gewapende mannen. Er zijn in 2 weken zeker 5 gevallen geweest van berovingen, voorzitter. De eerste keer ter hoogte van Redi Dotti, Biggie Poika, daarna Marie Pastong en Goliath gebied. Deze weg is een van de belangrijkste verbindingswegen voor de verschillende dorpen richting West-Suriname, voorzitter. Ik eis voor de veiligheid van onze burgers die dagelijks gebruik maken van deze weg. Hoe vaak hebben we niet gesproken over een extra controlepost ter hoogte van Witagrong? Wilt u me zeggen dat de verschillende inlichtingendiensten niet horen wat er allemaal in het binnenland gebeurt? De mensen in de gebieden praten over highways van drugsdropping, etc. Ze weten kennelijk zelfs het tijdstip van de droppings en al, maar onze inlichtingendiensten niet. Worden deze big boys beschermd door de regering? Deze regering, minister van Defensie, die het steeds had over Suriname als narco-staat, nu bent u aan zet. Waar staan we nu? We horen in de media dat honderden van onze Surinaamse militairen en politieagenten naar Haiti worden gestuurd, terwijl ze hier moeten zijn om onze Surinamers te beschermen. Waar bent u mee bezig, regering? Dank u.